Lang geleden begonnen de Twentse textielbaronnen Van Heek en Scholten hier hun ambachtelijke textielhandel. Voortgezet door het huidige Van Heek Textiles wordt in dit industriële monument nu een moderne fabriek gerund. Het volledige productieproces vindt hier van begin tot eind in huis plaats. Allereerst worden de garen samengevoegd, geregen of verbonden met bestaande kettingdraden. Gebundeld worden die ook wel kettingboom genoemd. Wist je dat de gezamenlijke lengte van een kettingboom zo lang kan zijn als de omtrek van de aarde? Na het bundelen worden de garens gesterkt, gedroogd en opgerold en daarna gescheiden en in riet geregen. Dan kan het weven beginnen. De weverij produceert met al haar weven en breinmachines minstens 130.000 meter weefsel per week. En al gauw zo'n 60.000 meter breisels. Al die meters worden nog eens grondig op kwaliteit gecontroleerd voordat het wordt afgewerkt volgens de wensen van de klant. Als het doek wordt geverfd, gebeurt dat op de verfvoelaar volgens een vaststaande receptuur. De stof wordt ongeveer 24 uur gedraaid om ervoor te zorgen dat de kleurstoffen gelijkmatig worden geabsorbeerd. En daarna gespoeld en afgeperst. Na een kritische controle in het lab. Wordt het doek eventueel nog gekood en daarna opgemaakt op de rol? Van al die meters textiel die deze fabriek produceert, gaat er niet eentje naar de kledingmarkt. En toch heeft bijna iedereen wel eens een product van zijn handen gehad.